...wat vreugde brengen in het theater. Paul Hane is hier weer te gast. Paul, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Het is nog niet zo heel lang geleden dat je bij ons hier uh, zat op deze zetel. Ja, over het boek, over het winter... In november, Ja, denk ik over het winterboek was dat natuurlijk. En ook ja. over je YouTube-serie met uh, mevrouw uh, uh, Dolman. Uh, en nu sta je natuurlijk in het theater, want het mag weer. Ja, fantastisch. En ik, voordat we daarover praten, wil ik toch nog even een compliment geven... ...over uh, je optreden bij, uh, bij Matthijs. Oh, ja. Want ik wist ja. niet dat je zo leuk kon zingen. Nou, ik probeer het. Uh, het is mijn grote verlangen om ooit goed te kunnen zingen. Maar het duurt uh, al heel lang dat ik daarmee bezig ben. Ja. En op een gegeven moment dan moet je het opgeven. Maar uh, zover ben ik nog niet. Maar je ontpopt nog niet tot een, een ware crooner of zo? Dat ga je niet. Uh, want dat wil je graag. Een beetje dat genre, dat vind je mooi. Ja, maar ik, ik ben niet ritmegevoelig. Uh, dat, dat kan a cappella. Uh, uh, lukt het wel? Ik voel opeens dat ik er mis. <laughs> Een beetje in de uh, Zonnevatstijl of Fly me to the moon, Fly me to the moon. Maar als uh, daar orkest is, dan verplaats ik me in de muzikanten van het orkest. Yeah. En dan denk ik, wat hebben die het toch moeilijk of wat. Uh, en dan ben, ik, dan ben ik de kluts kwijt en het ritme kwijt. <laughs> en, nou nou hoor ik Matthijs praten over een concert in de Ziggo Dome. Daar vraagt hij bijna iedereen voor. Nou, is natuurlijk de grote vraag. Is nou, ik vroeg wel of ook vrij of? was uh, in elk geval. Mm, dat dus is dat, een teken aan de wand. Dat is een begin. Ja, 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 ja. Dus ben, ik ben toevallig wel vrij. De 17e maart uh, is het. Zou je dat willen voor zo'n Ziggo Dome? Al is het alleen maar om een keer in de Ziggo Dome gestaan te hebben. Nou, het is, ja, het is wel heel spannend. Maar dan, ik zou dan toch wel... Uh, uh, ja, ik denk als het, als, het, als het heel erg is, dan zou ik het toch wel jammer vinden. Als je, wat erg is? Als het, nou, heel erg is dat je dus. Uh, uh, en de tekst niet weet. Maar als je afgaat, je, bedoel je? Dat je totaal uh, afgaat. Maar de mensen denken dan misschien ook wel weer dat het erbij hoort. En afgaan is natuurlijk op zich ook niet erg. Daarom vond ik het ook wel leuk bij Matthijs, terwijl ik toch me daar goed op voorbereid had, dat het daar dan misgaat en dat ik het toch nog een tweede keer mag doen. Wat wel iets beter was, maar nog niet goed genoeg. Maar zo modderen we aan, mijn leven lang eigenlijk al. Maar het is heel leuk. Ja. Ik hou meer van spontaniteit en van oprechtheid dan van uh, gladheid. En, uh, en zogenaamd... Ja, je hebt ook artiesten die heel professioneel zijn... en die uh, dus elke avond eigenlijk precies dezelfde voorstelling geven. Maar ik geef uh, Dat is bij jou nooit, ook hè? morgen in uh, Agora... Een uh, voorstelling die speciaal uh, voor die zaal is. En voor 80% zijn natuurlijk wel verhalen die je, uh, je meeneemt verteld ja. hebt. Ja. Maar nu uh, met de actualiteit erbij. Nu hebben we de corona is uh, voorbij. Dan heb je wel weer een uh, gijzeling uh, gehad. Bij de Apple Store, afloop. Ja. En nu de Oorlog in de Oekraïne. Dus er gebeurt heel uh, veel. En morgen uh, hebben we een zaal. Voor het eerst ook zonder QR-code, uh, volgens mij. Ik weet het niet zeker, maar dat weet ik niet. Tenzij je 501 kaarten verkoopt, dan moet het wel, hè? Ja. Toch? Bij, ja, bij nee, meer dan 500 zitten, mensen blijft dat. dan toch weer niet... Ja, in de theaters waar je, waar je meer dan 500 bezoekers hebt, daar moet je dan wel weer QR-code. Maar ja. het is, dit geeft alweer aan dat het allemaal ja. de regeltjes. Ja, en, heel... en ik maak een voorstelling ook, uh, die ik ook net ook richt op de zaal van dat moment. Dus ik ook toen er spanning was in de zaal, uh, kon ik er toch voor zorgen dat er ontspanning was. En je slaat niet de actualiteit over. Uh, maar ik, ja, we brengen het wel zo dat je een soort saamhorigheid krijgt. En dat je met z'n allen denkt: we zitten in hetzelfde schuitje. En oh, ja, we komen er wel doorheen. Dat het wij een soort wij-gevoel. Ik preek krijgt. als uh, Gremnaert: uh, hou hoofd boven water. En, ja. uh, dat, is, dat is ook mijn instelling eigenlijk altijd geweest om wat optimisme te brengen, ook in moeilijke tijden. Want je hebt natuurlijk Paul Hane uh, zelf, uh, je hebt natuurlijk Domenig Rem dat, je hebt Margriet Dolman, je hebt ook Bert. Die, die doen allemaal mee in deze voorstelling. Onverwacht, ja. Onverwacht, ja. ja. Maar hoe doe je dat? Doe je dan gewoon zijn stem, of uh, heb je ook een pop? Nee, maar dat is de grote verrassing. Ja, maar dat wil ik graag hoe weten. Dat, <laughs> hoe dat dan uh, gaat eigenlijk. Maar hier verkoop je en... die laatste kaarten mee, of dat het Ja, Dan moet je morgen naar nou, Dolman. Gaan ja, eigenlijk Dolman uh, die komt er in voor. Mm -hmm. En dit doet een poging om de stem van Grover uh, na te doen. En Margaret Dommen heeft ook een grover uh, <laughs> uh, pop. Nou, meer kan ik niet zeggen ook hoor. Maar het komt. Uh, uh, het is in ieder geval heel. Het vliegt voorbij, zou ik maar zeggen. Geloof ik, ja. Uh, anderhalf uur, soms iets uh, langer. Mm -hmm. En Agora, dus, ik, ik denk dat dat dertig jaar geleden is uh, dat ik daar opgetreden heb. Toen het uh, net open was? open dan. was, denk ik. Ja. Al. Dus het zijn de theaters. Dat is heel uh, erg veranderd nu hoor. Dat theater. Want van 40 jaar geleden ben ik met Marguerite Dolman uh, begonnen in het uh, theater. Precies 40 jaar geleden. Uh, ook in, ik geloof, 10, 10 maart. Uh, en daar ga ik nu ook weer mee in Amsterdam. mensen als. Uh, in Amsterdam optreden met de lentevoorstelling. Marguerite Dolman met Klente en Dominic Remdaat uh, geeft zin. In de hallen, uh, Studios is dat vanaf 1 maart. Oh ja, maar dat is weer een andere voorstelling dus. Had je ooit kunnen bedenken dat die typetjes dat die zo lang mee zouden gaan? Want André van Daan heeft geen je hebt er eigenlijk maar twee. He, de, ja, nee, volgens mij... Uh, ja, ik, vind, ik denk als het een typetje zou zijn, dat ik het ook niet zo lang vol zou houden. Dus ik, het is meer, uh, zeg ik ook in de voorstelling, een afsplitsing eigenlijk, een karakter. En volgens mij is, dat, uh, is Margaret Dolmen het langslopende karakter... in de Nederlandse theatergeschiedenis nu mm -hmm. 40 jaar. Hoe is zij eigenlijk Want, ontstaan? Bij de radio, bij de regionale radio Radio Amsterdam, ja. zoals dat vroeger heette. Begon ik, toen Radio Amsterdam begon, dus dat is 46 jaar geleden, toen begon ik ook daar met Margeer Dolmen, alleen in Amsterdam. En twee jaar later. Uh, belde ik uh, Sonja op verzoek van Sonja Barend aan het eind van haar uitzending... Ja. om het af te sluiten eigenlijk. Dat Het zo in mijn belevenis, dat ik als kind naar Sonja keek... en dan zat ik altijd te wachten op ja. het einde dat die mevrouw oh, belde. Ja, 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 ja. En langzamerhand begon dan, als je wat ouder wordt, te beginnen te <laughs> ja. het is misschien niet een mevrouw, maar het klonk wel echt heel erg... als een vrouw op ja. de telefoon ook natuurlijk. Sonja is goed nieuws, show. Ja. En dat ja. was leuk ook. was altijd heel leuk ook om uh, haar te bellen. Dat dacht zo, ja kindje daar. En dan uh, <laughs> uh, nam, we, nam ik de uitzending door. Ja. En ook als zij een keuze maakte voor een uh, links iemand. Uh, uh, tegenover een rechts iemand. En die rechtse persoon kwam in haar uitzending veel beter tot zijn recht. Dan maakte ik de keuze voor die rechtse iemand. En dan corrigeerde, kon ik haar corrigeren. Ja, 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 ja. ja, dat vond Zij ik altijd het leukste, dat is het leukste, ook aan. Zij je... wist ook helemaal niet wat ik ging zeggen. Eigenlijk. Nou, zo klonk ik, het ook ja. inderdaad altijd. Ja. Dan zat ze zelf ook met een soort van plaatsvervangende schaamte van achter ja. ja, <laughs> Dat ja. kon eigenlijk niet. Dat heel heel gebeurt, leuk. Ik vond het heel leuk om te doen uh, ook. En ik heb het eigenlijk nog steeds... Uh, maar dat komt omdat ik altijd onafhankelijk gebleven ben. Eigenlijk. En, en in het theater en in de televisiewereld. En maar... in de karakters, dat je gewoon kan zeggen wat je wilt. Ja, maar precies. toch, de, de, de wereld is nu wel heel anders dan uh, uh, eind jaren 70, begin jaren 80, waar we nu over praten. We, we denken dat we nu veel meer kunnen en mogen zeggen. Ja. Maar eigenlijk is dat niet zo, toch? Nee, maar ik merk met onze uitzendingen die ik met Dambi Vergeest en Mark van Vliet doe... met onze Troost TV-uitzending, gisteren hadden we weer een uitzending... dat wij met z'n drieën wel alles zeggen wat in ons opkomt. Ja, Maar dat is niet op televisie, hè? Je maakt dat zelf en je zet dat natuurlijk online. Je hebt weer zelf regie in handen. Ja, natuurlijk, het is ook live. Maar daar wordt niet zoveel op gereageerd via de sociale media-kanalen. dan weer op de publieke zenders, zou ik zeggen, of de commerciële, maar... Als je datzelfde ja. bij M of bij op één zou zeggen, ik, dan, dan ligt dat veel meer in ja, de bij half klas. acht, waar ik nu dan zit bij uh, Donny de Mol, uh, zei ik als gremdaat eigenlijk ook alles en ook dat, je, dat we niet uh, een heksenjacht uh, moeten gaan uh, beginnen eigenlijk tegen Marco Bossato en tegen uh, Ali B en, en noem maar op. Het, 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 lijstje, uh, de, het lijstje wordt steeds groter eigenlijk. En nou, Carlo Bossa mensen... wordt er nu weer erbij uh, ja. komen ook. Ja. Ja. ja, maar die moet er ook om lachen. Dit is toch van Jan Rooster. Neem neemt toch niet serieus wat hij dan uh, over nou ja, hem zegt? hij heeft natuurlijk in principe ook dat hele verhaal onder Marco Versato en Ali B. Hebben zij ook ja. als eerste gebracht, hè, dat rollenpraat? En bleek dus wel degelijk een keer van waarheid in te zitten. Ja, wel, Alleen, maar, maar... Wat er nou echt waar is, dat weet je nog steeds, nee, dat niet. Dat weet ik nog steeds nee. niet. Nee, dat weten we nog steeds niet. Ik ben Alleen... meer voor rechters eigenlijk en voor advocaten en voor rechtspraak, omdat we in een, in een, uh, ja, in een rechtsstaat leven, dan voor uh, ja, de volksgerichten. Ik denk als je het Nederlandse publiek zou vragen, moet uh, Ali B... Uh, opgehangen worden op de dam. Dat misschien 60% zou zeggen: van wat een goed idee. Of moet Ali B misbruikt worden door Marco Bossato, Dat hij vastgebonden wordt, Ali B. en dat Marco Bossato over hem heen gaat en daarna Mark Overmars. Ik denk dat heel veel mensen dat wel een interessante oplossing uh, zouden vinden. Het is nog steeds wel duidelijk. Dat, dat, je, je, je let nog steeds niet heel erg op. Let niet op. Je, je vindt nog steeds dat je alles moet. En maar ja, wil maar ik vind ook dat humoristen het moeten. Lubach doet het ook uh, in elk geval. En ik vind dat er ook uh, een satirisch programma moet komen. wat het hele jaar doorgaat eigenlijk. Zo en, dat het ja. uh, werkt. Dat ja. je niet meeheult uh, mee met de massa eigenlijk. En, ja. uh, en, en dat, dat is het jammeren dat de publieke omroep. Uh, dat er geen linkse publieke omroep meer uh, is. Het is één groot rechtsbolwerk geworden en één groot. Sensatiebolwerk, ook op één. Ook de Vana nog steeds, ja, vind je? Ook op één. Ik vind al die programma's, uh, We hebben uh, het zijn allemaal voor de roddels eigenlijk. Ze zijn allemaal voor afslachtingen, ze zijn allemaal voor volksgerichten. Ook de VPRO? Ook de VPRO, denk ik, ook wel. Die is dan... Nou, de VPRO misschien, die zal nog... Uh, die die doet geen op één, die doet alleen buitenhof en dat blijft nog wel uh, overeind eigenlijk. Maar verder is het één groot rechtsbolwerk en wij met Trocevee uh, geven daar een uh, ruimdenkend antwoord op. We zijn ook niet links, uh, uh, maar wel uh, ruimdenkend. En je bent wel, uh, je moet wel alert zijn eigenlijk. Je moet er uh, voor oppassen dat, dat we niet in een sensatiemaatschappij gaan, gaan leven. En de omroepen die hebben daar een belangrijke rol uh, in, om, om het zuiver uh, te houden. Maar uh, Maarten van Rossum, die moet je uit laten praten. Gisteren zag ik hem weer op, bij op Opeen. Is de dreiging bij hem dat ze hem het woord ontnemen. omdat hij dan de presentatrice door het oortje krijgt, afronden. terwijl hij in de opbouw van zijn betoog is. en in de opbouw wordt hij dan afgebroken. Ja. Dus hij zegt van. nee, laat me nou godverdomme uitpraten. <laughs> dat zei hij dan niet, maar dat zou ik dan wel zeggen. Want dat is nodig, eigenlijk. Je, je moet een evenwicht hebben in de maatschappij. En er zijn maar zo weinig mensen. nou, we hadden het net nog over. over, uh, over echt. Uh, uh, Uitgesproken meningen, zoals ja. Schaemeyer uh, vroeger en Theo van Ter Gogh. Gogh Je ja. hoeft er niet mee eens te zijn. Maar je moet wel dat geluid laten horen, eigenlijk. Er moet discussie blijven. Nu is iedereen met elkaar over eens. Ik durf je nou niet meer te onderbreken, natuurlijk. ja, nee. Maar is dat ook het geluid wat je laat horen in het theater dan? Of is dat totaal iets anders? Is dat echt gewoon gericht op: gaan we lekker zitten? Je hebt vanavond een ongemoedelijke avond en heerlijk. Nee, ik heb af en toe mening, vooral in het begin van de voorstelling. Maar verder gaat het ook over mijn eigen leven. En dat ik uh, 75 uh, ben. En dat ik, dat, uh, dat ik gemerkt heb dat het allemaal heel snel voorbij gaat. Omdat en je bent je natuurlijk ook heel zo ziek veel leuke tijden hebt eigenlijk. En een leuke man. En leuk uh, werk. Dus dat je jaloers bent op mensen bijvoorbeeld met een slecht huwelijk. Omdat de dagen dan veel langer uh, worden. Nee. <laughs> ik zal nee. het thuis eens voorstellen. Nee. Maar, heb je, nee, maar ben je. Ben je... Had je ooit gevraagd dat je, zo, dat je zo oud zou worden voor zover 75 oud is? Want je hebt natuurlijk eerst problemen gehad met je gezondheid. Ja, Want dat, dat nou, zag nou, er ja, even heel anders uit. Ja, met Dacht ik nog ook over toen ik uh, hartproblemen had, door ja. het en naar het ziekenhuis moest. Dat je dan niet meteen aan de dood denkt, nee? maar dat je denkt aan een nieuw avontuur. Dat je, wat ik ook in, in het ziekenhuis heb ik het eigenlijk ook zo ervaren: dat je een week daar ligt en dat je denkt: goh, wat leuk. Ze, 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 ze maken het eten voor je klaar, je wordt verzorgd, allemaal heel lieve mensen. En het kost wat, dacht ik ook nog. Het was ook gewoon wel een paar duizend uh, euro per dag. Dus ja, je had ja, de ja. hele zorgverzekering eruit ja, ook. Ja, dat is in één een één keer. Prettig, is, het is het is Nederlands, het is, ja. om zo te denken. Ja, ja. En, uh, en ook al die avonturen, de MRI-scan. En dat je heel goed begeleid wordt. Ja, wat pillen slik je per dag. Maar uh, ik heb daarna zoveel energie gekregen. En zoveel plezier en optimisme. Dat je ook denkt van, uh, ja, ik ga uh, ja. Nog een hele tijd uh, door. En het kan onverwachts afgelopen zijn, maar ja, goed, dat, uh, dat kan bij anderen ook zijn. Ben je daar als bang voor? Als je iemand gijzelt, kan het ook, iemand, kan het ook afgelopen zijn. Uh, nee, ook niet. Dat ik denk: van, het is misschien erger als je de gaat dementeren, eigenlijk, dat, je, uh, dat, je, uh, dat je niet meer weet. Dat je niet meer, dat je plek op het toneel er niet meer is. Of in de uitzending. Maar dan moet je. Ik heb genoeg mensen om me heen die me daarvoor uh, waarschuwen. Dan uh, denk ik. Nee, ik heb enorm veel uh, plezier. En ik heb het ook het voordeel dat je met goede mensen altijd om weet te gaan. Met, uh, met, uh, dus, de, met Mark van Vliet, uh, die dus jong is en ontzettend veel talent heeft. Die ook het boek geïllustreerd heeft, uh, uh -huh. het winterboek. Ja, 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 ja. Maar ook de hele techniek uh, doet en ondertussen presenteert. We maken die uitzendingen troost troostje met drie uh, personen. En nou doet hij weer het licht bij de voorstelling. En het ja. is ook wel leuk als je dan zo morgen in Agora staat. dat je ook mensen hebt in de zaal die ook naar onze uitzending uh, kijken. En ik heb. Een soort familie-idee eigenlijk met de kijkers thuis en met de mensen in de zaal. Misschien dat die mij ook de vrijheid geven om alles te zeggen. wat er in mijn kop opkomt eigenlijk. Ja, ja. Dat merk ik met alle zalen. Gisteren speelden we in Doetinchem, uh, daar was ze uitverkocht. Dat je dan uh, dat je merkt dat uh, ja, de saamhorigheid. Uh, wat je met de zaal hebt. Ik voel me verbonden met Geef de mensen energie, de eigenlijk. En ook met de, nou, de nazit, dat is nou leuk, morgen heb je dan een volle zaal. En een nazit, ook weer wat leuk is, zie je ziet ja, Je contact met je publiek. Ja, publiek ja. Met, ja contact ja. met het publiek. Ja. Dus het, nee, ik heb enorm veel plezier Wat leuk is dan ook, dat je, dat je overal uh, goed bezette zalen hebt. Ja. Dat als zo'n Amphion ja, in, zo, begin... zo in hem gewoon vol zit. Ja. En, 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 maar dat is een heel andere opvatting van de mensen daar... dan morgenavond in de Agra in Lelystad. Of leg je ze dan een beetje op? Nee, het een andere opvatting. Ja, mensen in Lelystad kunnen, nee. zijn heel anders in hun opvattingen dan de mensen nee, in... Nee, dat in, maakt niet in... zoveel uit. We, in, we hebben, ik heb in Sittard gespeeld toen... Dat was de eerste avond dat het weer mocht eigenlijk. Mm -hmm. En dat was de opening van het Toon Hermans Theater. En dat was een kleine zaal, denk ik dertig mensen of zo. Het is heel weinig, Omdat ja, dat moet allemaal op gang komen. En, maar er was ook heel goed contact en ook heel. Uh, uh, ook, uh, nou ook alle dertig mensen bleven ook nog na zitten. Hij ja. mocht een half uurtje nog, want ik was half tien klaar en tien uur moesten oh, ja. dicht. Oh, ja. Maar dat was ook heel. Uh, maar het is ook, ik, ja, t, ik ben zo blij met deze voorstelling. Omdat die ook echt gericht is op het publiek van dat moment. Dus dat, is, dat is, vind ik het fijn. Ja, mensen weten ook waar ze voor komen, natuurlijk. Ja, ja ze, ze, weten ze weten ook dus wat ze krijgen eigenlijk. En de verschillen die ja. je vroeger had met uh, Groningen en, en Brabant en zo. Dat is er helemaal niet meer. Terwijl ja. toen ik begon met uh, theater. Dus zeg maar 30 jaar, uh, geleden, uh, ja, 30 jaar geleden. 40 jaar geleden in Amsterdam. en 30 jaar geleden door het land. Toen had je nog wel verschil dat de uh, mensen in Groningen. Uh, wat opener waren, terwijl het, ja, precies, het, ja. het, ze hebben het image van gesloten. Maar het maar is veel het meer verspreid nu, hè? Heel open. En was Brabant en Limburg was juist lastiger eigenlijk. wel of mensen vroeger meer honkvast waren dan tegenwoordig. Ja. Makkelijker verhuizen van de ene en naar de ja, andere. Ja, nu loopt planten. alles door elkaar eigenlijk. Ja. En nu merk je het nauwelijks verschil tussen Noord-Nederland en uh, Zuid-Nederland. Nou, morgenavond sta je dus in, uh, in het Agra Theater in Lelystad. Uh, de voorstelling ja. begint om acht uur overigens, niet om half negen. Terwijl het eigenlijk gewoon half negen had kunnen zijn, maar dat wisten we toen nog niet. Ja. Um, kijk voor kaarten dus op uh, agora En dan kun je gaan kijken naar Paul Haanen, want Haanen brengt vreugde.